Het visserijcentrum Kommewijnen, VCC, maakt een bloeiende periode door. Sinds minister Suresh Algu van LVV de leiding het vorig jaar heeft vervangen, is de rust binnen het staatsbedrijf teruggekeerd. Het centrum heeft een woelige periode achter de rug. Onder andere konden vissers niet op tijd worden voorzien van ijs. Dit probleem behoort nu tot het verleden. Op dagbasis verkoopt het bedrijf nu gemiddeld 10 ton ijs aan de vissers. Dat is 2 keer zoveel als een jaar terug. Daarnaast heeft het bedrijf een renovatiebeurt gehad. Het is een technisch iets waarbij wij handelingen hebben gedaan om zo de productie van ijs optimaal te maken. Straks, wanneer u terugloopt, dan gaat u zien dat de ijsmachines nu boven opgesteld zijn. Bij mijn aantreden waren ze beneden. En die machines zijn zo gebouwd dat ze lucht moeten zijn, ze moeten ruimte hebben. En de afstand tussen machines, compressoren en ijsmachines moet zo kort mogelijk zijn, zodat er weinig problemen zijn. Dus door die technische ingreep hebben wij in feite de ijsproductie op peil gebracht. Hoe laat starten de activiteiten, heren? Welke zijn de meest major tijden? Als we praten over tijd, dan praten we eenmaal 24 uur. Omdat de visser geen tijd heeft. De vissers zijn heel tevreden over het huidige beleid. Dat bevestigt de secretaris van het visserscollectief, Mark Lal. Hij vindt het wel jammer dat weinig Surinamers interesse tonen voor het vissersvak. Ik moet heel jammer zeggen dat de meeste werkkrachten dan komen van ons buurland Guyana. Er zijn heel weinig Surinamers die graag op zee willen. Maar over het algemeen zijn het wel de Surinamers die investeren en die ondernemen in de visserijsector. Wat zou kunnen gebeuren om meer Surinamers te betrekken in de visserijsector? Het is kennisoverdrag. Hè. Je hoeft niet naar school te gaan om visser te worden. Dus ik zou misschien denken in de richting dat wij dan een school moeten oprichten voor vissers. Om hen die kennis bij te brengen. En ook dan die know-how over te dragen. Want vissers zijn is niet alleen netten uitgooien en vissen binnenbrengen in de boot. Maar het is meer dan dat. Je moet ook de getij kunnen lezen. Het gaat om heel wat kennis. En meestal is het wat wij noemen traditioneel kennis die overgedragen moet worden. Aldus Mark Lal, secretaris van het Visserscollectief. Het collectief bestaat uit ruim 70 leden.